Yes, jongens en meiden, Rico Verhoeven hier, wereldkampioen kickboksen. Vandaag is het zover. We gaan de 10-10 challenge doen en we gaan zoveel mogelijk kinderen in beweging krijgen. Tijdens NOC-NSF Nationale Sportweek gaan we om 10 uur 's morgens 10 minuten bewegen. Waarom? Omdat sporten niet alleen leuk is en gezond, het houdt je ook fitter en daardoor kan je ook beter concentreren. Samen met mijn vrienden van Team NL hebben wij 10 oefeningen voor jullie opgesteld die jullie lekker kunnen uitvoeren. Dus ik zou zeggen, let's go! Veel plezier! Hoi kids, ik ben Jaren van Kerkhof, shorttrackster en we gaan vandaag beginnen met de 10-10 challenge. Maar ik doe dat niet alleen, ik doe dat namelijk met deze kinderen van de Laarakker. Kom erbij! Yay! Nou, perfect! We hebben alleen een beetje weinig ruimte, dus laten we even met z'n allen wat ruimte gaan maken en de stoelen en tafels wegschuiven. Nou, super, we zijn er klaar voor en dan gaan we nu beginnen met oefening 1, jumping jacks. Wij doen hem even voor en dan gaan we daarna aftellen en dan kunnen jullie ook meedoen. Dit is de oefening, benen wijd en armen wijd. En springen. Ja, top jongens, bedankt. Dan gaan we nu beginnen. 3, 2, 1, let's go! Ja, heel goed. Jullie gaan ook goed. Netjes hoor. Eens kijken welke klas het beste kan. Deze kids geven het goede voorbeeld hoor. Doen jullie ook mee? Heel goed. Ja. Dit gaat hartstikke mooi. Nog even volhouden. Goed hoor. Doe je benen ook bij. Kom op. Ja, gaat goed. En eindsprintje jongens. Kom op. Iets sneller. En nog sneller. Ja, bijna. Kom op. Yes. Klaar. Poeh, goed gewerkt hoor. Gaan we nu door naar de volgende oefening. Hallo, ik ben Bo Kramer, speelster van het Nationaal Rolstoelbasketbalteam. En vandaag gaan jullie met mij de squat doen. Dus we gaan gewoon eens even beginnen. Doe alsof je gaat zitten op een stoel. Dus je zakt eigenlijk met je billen naar achter. En doe maar met me mee. Zak hem naar de grond. En dan kom je weer omhoog. En dit gaan we 1 minuut doen. Zijn jullie er klaar voor? In 3, 2, 1. En kom maar. Door de knieën. En weer omhoog. Heel goed. Kijk. Dit is goed voor je bovenbeenspieren. Dat zul je wel een beetje gaan voelen straks. Heel goed. Probeer recht vooruit te blijven kijken. Voelen jullie het al een beetje of nog niet? Nee? Kijk, allemaal fitte kinderen hier. Goed bezig. We blijven even laag, we blijven even hangen hier. Kijk of dit ook kan. Heel goed, zakken, zakken. Ja, die ga ik wel voelen hoor. Voelen jullie hem al? En weer omhoog, heel goed. Kijk. Ik voel het al wel in mijn bovenbenen. Jullie ook? Nu wel, of niet? Maar we houden nog even vol, hou vol. We gaan weer eventjes zakken, dan blijven we nog weer een keer laag, ja? Dus we gaan naar beneden. Blijf even zitten, zo diep mogelijk. Die handjes van de knieën, want anders zijn we een beetje aan. Heel goed, en weer omhoog. Kijk, heel goed. En blijf squatten, heel goed. Heel goed. 3, 2, 1. Heel goed. Zo, even losschudden die hap. Goed gedaan, goed gedaan. Zo, dit was de squat. Dan wordt het nu tijd voor de volgende oefening. Hoi. Mijn naam is Jetse Plat en we zijn klaar voor oefening nummer 3. Hebben we er een beetje zin in met elkaar? Ja. We gaan beginnen met de plank. We gaan allemaal op de grond liggen. En dan doe je je onderarmen zo op je ellebogen. En dan doe je je kont eigenlijk omhoog, van de grond af. En dan moet je hem proberen zo niet te hoog, want dan word je ook makkelijk. En ook weer niet te laag. Dus een beetje in het midden, zodat je hem goed aanspant. Nou, we hebben net de oefening allemaal voorgedaan, dus dan gaan we eraan beginnen. 3, 2, 1. Ja, en op de grond. En je billen omhoog. Goed omhoog, hè? Goed aanspannen. En als je het een beetje zwaar vindt, dan doe je het weer even een beetje zo omhoog. En dan laat je hem weer langzaam een beetje zo zakken. En als die veel te makkelijk is,
Dan kan je natuurlijk ook nog één hand naar voren zo doen. Je komt goed omhoog, hè? En naar je andere hand. Allemaal goed je best blijven doen natuurlijk. Het is heel erg zwaar. Je mag wel heel even rusten tussendoor, stiekem. En dan ga je snel weer goed aanspannen en weer in een goede positie. Nou, let goed op, hè, dat je goed recht staat. Dus al langzaam zakken we allemaal weer naar beneden. Dus goed recht staan. Klein beetje omhoog mag misschien ook nog wel. En we zijn er bijna. Nog heel even volhouden. We gaan met elkaar aftellen. 3, 2, 1. Ah. Zo. Goed gedaan, hoor. Nou, het zag er allemaal goed uit. En we gaan op naar de volgende oefening. Ja, ja, dit is oefening nummer 4. Ik ben Roy Meijer en we gaan vandaag boksen. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Ik heb een paar assistenten meegenomen. Jongens, meisjes, verspreid je maar. Kom er lekker bij. En dan gaan we van start. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. We gaan om en om met de linkerarm en de rechterarm boksen. Ja, laat me zien. Hop, hop. Ja, en boksen. Oké, en gooi er wat tempo in. Sneller, ja. Links, rechts, 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 links. En rustig weer. Links, rechts. Terwijl je aan het stoten bent, ga je een klein beetje op je voeten bewegen. Kijk maar wat ik doe. Links en rechts, links en rechts. Kom maar een beetje naast me staan. Hoe, hoe. Dan kan ik goed zien hoe jullie het doen. Ja. Oh, wat een mooie linker directe. Volgens mij zit jij in boksen, jonge dame. Oké. Kunnen we een tempo omhoog? Ja. Oké, rammen maar. Geluid erbij. Wow, dat was hem. Goed gedaan. Oh, ik neem even mijn adempauze, hoor. Zijn jullie niet moe? Nee! Niet moe? Nee! Nou, dan is het tijd voor de volgende oefening. Succes! Nou, jullie zijn al super goed bezig. We zijn aanbeland bij oefening 5. En dat is touwtje springen. Doen wij hem weer even voor, jongens? Doe alsof je een touwtje in je handen hebt. Draai met je handen en spring over het touwtje heen. Juist. Zo moet de oefening. Zullen we dan beginnen? Ja! Gaan we aftellen? 3, 2. 1, let's go! We kunnen lekker rustig beginnen. Zo. Het gaat heel goed. En wil je het nou wat moeilijker maken voor jezelf? Kan je op één been gaan springen. Doe je mee, jongens? Ja, goed zo. Andere been. Heel goed. Jullie gaan ook goed. Even op twee benen. Ietsje hoger springen. En dan gaan we nu benen zo. Ja. Jullie gaan ook goed, jongens. Nog even volhouden. Gaan weer op twee benen. Weer extra hoog gaan springen. Ja, goed zo. Kom op. Het gaat heel goed. Om en om, een been omhoog. Ja, mooi. Wat een talenten. Nou, nog één keer normaal. En dan zijn we klaar. Goed gedaan, jongens. Vonden jullie het leuk? Ja. Jullie ook? Goed zo, dan gaan we door naar de volgende oefening. Oefening nummer 6. Om de armspieren een stukje sterker te maken, gaan we opdrukken. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Gaan we allemaal naar de grond weer. Op de tenen en op de handen. En dan gaan we langzaam laten zakken. Tot bijna op de grond. En dan weer omhoog. En als die nou te zwaar is, dan kun je natuurlijk ook je knieën al een beetje op de grond leggen. Dan wordt het iets makkelijker. Zo mag je hem ook doen. En dan gaan we nu voor het echi doen. We hebben hem natuurlijk goed voorgedaan. Het zag er allemaal goed uit. Dus extra je best doen. Gaan we met elkaar aftellen. 3, 2, 1. Yes. En zakken. En weer omhoog. En weer zakken. En weer omhoog. En als die moeilijk gaat, mag je je knieën op de grond doen. Hè? En weer zakken. En weer omhoog. Zakken. En weer omhoog. Zakken. En weer omhoog. Ja, doorgaan. Ik ga ondertussen kijken of iedereen het wel goed doet natuurlijk. Ja, zakken. En weer omhoog. En daarachterin ook goed je best doen, hè. Zakken. En weer omhoog. Hij wordt waarschijnlijk al een stukje zwaarder, maar hou nog eventjes vol. We gaan nog een keertje zakken. En weer een keertje omhoog. Zakken.
Ja, omhoog. Kom op, hè, volhouden. Zakken. Ja. Gaat hij nog allemaal? Ja. Nou, dan gaan we nog een keertje zakken. En weer omhoog. En weer zakken. En weer omhoog. En voor degenen die het echt veel te makkelijk doen, die gaan gewoon zo naar de handstand zo. En dan weer op de grond. En omdrukken. Nee hoor, geintje natuurlijk. Hartstikke goed gedaan. Nou, super goed gedaan. Heel erg goed je best gedaan. En we gaan door naar de volgende oefening. Met de volgende oefening gaan we onze kikkerbillen trainen. Dat betekent dat we natuurlijk kikkersprongen gaan doen. Ik ga even laten zien hoe dat eruit ziet. We gaan zo dadelijk zo diep als we kunnen in onze hurken. En dan gaan we zo hoog als we kunnen de lucht in. En we landen niet gestrekt, nee, maar weer gehurkt neer. En als we dat achter elkaar doen, zijn we onze kikkerbillen aan het trainen. Oké, oh, jullie zijn al bezig. Wat goed. Zullen we beginnen? 3, 2, 1, go! En kick je binnen, sprongen maar. Ho, ho. 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 En blijf zitten laag. Laag in de hurken. Laat de kikkerbillen maar even branden. Laat ze maar even branden. En dan gaan we weer beginnen. Go! Ho. Ho. En go! Harder, hoger! Nog hoger! Train de kikkerbilletjes maar! Oké, we gaan nog allemaal door elkaar springen. Let's go! Woe! Laatste sprong en klaar. Goed zo. Schud de kikkerbillen maar even los. Ja, dat was hem dan. Klaar voor de volgende oefening? Ja! Let's go! Nou, we zijn al een heel eind. Zijn jullie al moe? Nee. Daar gaan we even verandering in brengen. Oefening 8 zijn mountain climbers. En voordat we die voordoen, moeten we even zorgen dat we goed ruimte achter ons hebben vooral en voor ons. Doen jullie mee met het voorbeeld, jongens? Ja! Handen op de grond. Voeten naar achter en om en om één been naar voren brengen. Alsof je aan het rennen bent. Ja. Dan kunnen we zo gaan beginnen. Zullen we aftellen? Ja. 3, 2, 1. Let's go. Ja. Heel netjes. En jullie ook. Jullie gaan goed daar hoor. Welke school zal het beter doen? Een beetje snelheid erin. Goed zo. Kom op, nog even volhouden. Voelen jullie het al branden? Ja. Dat is goed. Dan doen jullie goed je best. Handen op de grond en om en om voet daarvoor. Even kijken hoe die andere klassen het doen. Oh, die doen het goed hoor. Het gaat veel sneller dan wij. Huppen. Tempo omhoog. Ja, goed zo. Ja, dit voel je wel branden, hè? Oh, wat gaan jullie goed. Wat gaan jullie snel. Nog heel even, jongens. Even volhouden. Kom op. Einde sprintje. De andere inhalen. Goed zo. 3, 2, 1. Yes. Nou, applausje voor jullie, hoor. Heel goed gedaan. En jullie ook. Door naar de volgende oefening. Het is alweer tijd voor de 9e oefening. En wat gaan we doen bij de 9e oefening? We gaan doen alsof we een bal gaan gooien. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar ik ben rolstoelbasketbal, dus we gaan de basketbalmanier pakken. En dat is eigenlijk dat je dus een bal in je handen hebt en die ga je schieten. Maar je kunt hem ook naar iemand pasen. Dus die twee gaan we afwisselen. Je mag lekker gaan schieten en je mag gaan pasen. Zijn jullie er klaar voor? In 3, 2, 1 en begin maar met een schot. 1, 2, kijk, heel goed. En we gaan een beetje gooien en een beetje van links naar rechts. Want hè, die bal die komt niet altijd op dezelfde plek. En we schieten nog een keer. Kijk, heel goed. En dan gooi je. En je mag hem ook wel een beetje naar elkaar gooien. Dan zie je, komt hij. Kijk. Heel goed. En net alsof je die bal hebt. En ook met links. En inderdaad wat schijnbewegingen. Dus doen we even alsof we hem daar. Oh nee. En dan gooien we hem toch daar. Heel goed. We kunnen ook als we meerdere ballen hebben. Gaan we met links of met rechts pasen en met links. Dus dan gaan we hem omwisselen. 1, 2. Heel goed. 3, 4.
5. En nog sneller, kijk. Oh, ja, die wordt heel snel. Dan gaan we nog even een hele verre, een hele verre, een hele verre. Ja, goed zo. Dan gaan we nog even een goed schot. 1, 2, komt-ie, ja. En dan kunnen we ook een beetje door die benen dribbelen, zo net alsof. Ja, heel goed. En dan schieten, kijk, komt-ie, ja, heel goed. We gaan weer door de benen, dus door de benen dribbelen, dribbelen. En dan komt het schot, 1, 2. En hij zit, ja, yeah! Heel goed. Goed gedaan, jongens. Er zijn heel wat ballen ingegaan. Het wordt tijd voor de laatste oefening. Ja, we gaan naar de laatste oefening, jongens en meisjes. Maar dit is wel een heel moeilijke oefening. Dus ik ga hem even eerst voordoen. Want we gaan namelijk hinkelen. Hinkelen op één been. En dan gaan we zo dadelijk tussendoor wisselen naar het andere been. Goed opletten, want dit is geen makkelijke oefening natuurlijk. Zullen we aftellen weer met z'n allen? Ja. 3, 2, 1, go! Hinkelen maar! Wissel van been, links, oh, heel mooi, goed gedaan. En go, let's go, doorgaan. Links, hinkelen, 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 hinkelen. Oh, ja, 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 woe, hoger hinkelen. Huh, huh. Wissel van been. Rondje draaien, rondje draaien, van been. Nog een rondje. Wissel van been, andere kant, rondje op. Ja. Oké, snel hinkelen. Bam, bam, trap met de voeten in de grond. Maak een gat in de gymvloer. Let's go. Wissel been. Pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Door elkaar. Let's go. Pak de hendjes maar op in de lucht. Zo, feestje. 3, 2, 1. Dit was hem dan. Dit was de laatste oefening. Van de TNT Challenge, jongens en meisjes, fantastisch meegedaan. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer. En aan de rest, allemaal opgehinkeld. Hey! Yes, toppers, wat hebben jullie dit weer super goed gedaan. Ik ben trots op jullie. Dit was de NOC-NSF Nationale Sportweek 10x10 Challenge. Jullie waren geweldig. Maar het moet natuurlijk niet alleen bij deze keer trainen en sporten blijven. Ga uitvinden wat jij en wat jullie leuk vinden. Dus dat kan zijn voetbal, buitenspelen, badminton, tennissen. Het kan van alles zijn, maar zorg gewoon dat je lekker in beweging bent. Oké, jongens, tot de volgende keer. Doei!